leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ben ik hier samen met Manu. Hallo! En wij gaan voor jullie een Q&A opnemen, dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Dus zeker een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren hier beneden en laten we dan maar snel beginnen. Let's go! Via mijn Instagram account hebben jullie allemaal vragen in mogen sturen, dus we gaan nu onze beurt gewoon een vraag uitkiezen en gaan beantwoorden voor jullie. Oké, de eerste vraag die we hebben is: hoe vond je de middelbare schooljaren? We hebben zeg maar 2 jaar bij elkaar in de klas gezeten. En mijn eerste 2 jaar zat ik op een andere school. Nou, dat was echt welk niveau? Lage HAVO. En toen derde en vierde jaar zat ik op kader. Toen echt een goed bij mij in de klas? Ja, bij mijn in de klas. Hoe hebben wij dat ervaren? Nou, dat waren wel de 2 leukste jaren. Ja, dat waren wel de 2 leukste jaren. Ja, het is zeg maar, we hebben vooral heel veel gekloot. We hebben niet echt lekker wat uitgevoerd. Maar we zijn wel beide geslaagd aan allebei naar onze opleiding. Dus dat is wel super fijn. Dus voor ons was het wel gewoon een leuke middelbare. Ja. Ja, zeker. Was top. Ja. Bram, dat kan dus niet! De volgende vraag is: welke school zit je en zat je? We zaten op het Clusius College in Castricum. En we gaan naar het Media College in Amsterdam. Ja. Wat wil je laten bereiken? Nou, kijk, ik wil iets doen met mijn social media en mijn social media account. Alleen, ja, ik weet natuurlijk niet of ik dat over een paar jaar dat ik dat niet meer wil of zo. Maar tot nu toe is dat wel wat ik graag zou willen, ja. Ja, en ik wil fotograaf worden, dus eigenlijk iets heel anders. Maar ja. Wat vinden jullie van jullie edits? Nou, echt geweldig. Ja, ik vind het echt leuk om te kijken. En ook lief dat mensen er zoveel tijd in steken om te maken, zeg maar. Ja. Dus we vinden het allebei super leuk en super lief van jullie. Volgende vraag is: wat vinden jullie het leukst om samen te doen? Nou, alles wel, denk ik. Ja. Foto's maken, facetimen. Naar de stad gewoon gaan. Die random dingen, gewoon ineens even afspreken. Ja, inderdaad. Ja. Koffie drinken voor schooltijd. Ja, en dan ook te laat. Ja, inderdaad. Gewoon dat soort dingen, eigenlijk vinden we alles wel gewoon leuk om te doen. Dus. Ja. Ja. Waar wonen jullie? Nou, we wonen in Noord-Holland. Ja, en verder dicht bij Alkmaar, maar meer zullen we maar niet zeggen. De volgende vraag is: hoe oud zijn jullie? Of hoe oud ben je? Nou, ik ben 15. En waar dan ben je? 18 september word ik 16, dat is bijna. Ik ben 16 en ik word 27 november 17. Ja, dus. Het is bijna een jaar, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben hartstikke volwassen. Komt er nog een meeting? Ja, vast wel. Maar nu met corona is het gewoon heel moeilijk, zeg maar. En we kijken wel gewoon even wanneer en of jullie dat leuk vinden om een keer en weer waar te houden. En waar, inderdaad, moet natuurlijk wel gewoon op een goede plek staan waar veel mensen in kunnen komen. Ja. Dus ja. Wat is de ergste ruzie ooit tussen jullie? Nou, we hebben bijna ruzie. Meestal een soort meningsverschil, maar ook niet veel hoor. Misschien 2 keer gehad of zo. Dan worden we heel veel bitjes tegen elkaar. Ja, en dan na een halve dag is het wel weer oké. Wat? Van die pindakaas nemen. Hebben jullie nog tips voor de middelbare? Doe het niet zoals wij. Nou ja, ik zou zeggen, geniet er wel van. Ja, want het is wel leuk. Ondanks het niet altijd even leuk is. Maar weet je wel, ik bedoel, leer goed voor je vakken. Doe goed je best op school. Ja. Want zo kom je ver in het leven. Ja. Maar af en toe mag je wel gewoon een beetje lol hebben natuurlijk. Ja, dat hebben wij ook gedaan. Ja, daarom. Oké, de volgende vraag is: hoe bewerken jullie foto's? Nou, allebei met de Lightroom app. Ja. Die kan je gewoon downloaden op iPhone. Ik weet niet of het ook kan op, hoe noem je dat dan? Samsung. Ja, maar ik bedoel, zeg maar, je hebt Android. Maar je hebt ook, Android. Ik weet niet of het daar ook op kan, maar volgens mij wel. En daar hebben we onze eigen presets op, zeg maar. Die kan je maken, daar kunnen we ook wel een keer een video over maken. En daar bewerk ik eigenlijk mijn foto's mee. En jij ook. Ja. Dus dat. Waarom zaten jullie pas in de derde bij elkaar in de klas en niet in de eerste? Nou, ik zat 2 jaar op een andere school, die maar 2 jaar had, zeg maar. En toen ben ik naar andere school gegaan, zeg maar, want ja, dat moest sowieso. En toen belandde ik bij mijn klas, dus daarom kennen we op elkaar pas in de derde. De volgende vraag is: wat is het gekst of raarst? Wat is het gekst of raarst dat jullie een keer op school hebben meegemaakt? Nou,
weet wel dat ik goed door de gang ben geslingerd. Jij bent door het raam heen gesprongen. Ik ben door het raam weggelopen. Zeg maar naar buiten gelopen. We hebben nog een filmpje, die doen daar we wel in. Daar hebben we nog een filmpje van. Als we hem erin kunnen doen, dan kom je dat niet te zien. Oké, nou, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie wat meer te weten zijn gekomen over ons. En wat we allemaal doen in ons leven. Wat we verder nog gaan doen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!